Binnenkort krijgt u een darmoperatie. Er is een kans dat u tijdens de darmoperatie een stoma krijgt. U wordt begeleid door een verpleegkundig consulent Coloncare. De verpleegkundig consulent legt u uit hoe u de stoma krijgt. Verder bespreekt de consulent met u wat het betekent om met een stoma te leven. De consulent kijkt samen met u waar de stoma het best geplaatst kan worden. Dit is bij iedereen anders en u beslist samen met de consulent wat de beste plaats op uw buik is. U gaat uw stoma zelf verzorgen. De verpleegkundig consulent leert u in het ziekenhuis hoe u zelf uw stoma verzorgt. Tijdens uw opname in het ziekenhuis oefent u dit zelf iedere dag. De consulent laat u zien hoe een stoma er precies uitziet. Een stoma is een stukje darm dat door de opening in de buik naar buiten is gebracht en op de huid is vastgehecht. Stomamaterialen zijn de materialen die op uw buik worden aangebracht rondom de stoma. In deze materialen wordt de ontlasting opgevangen. In het ziekenhuis maakt de consulent een mal op maat van uw stoma. Met deze mal kunt u zelf het stomamateriaal op maat knippen. In deze video kunt u zien hoe u zelf het stomamateriaal leegmaakt en vervangt. Voordat u het stomamateriaal losmaakt, is het belangrijk dat u het stomazakje eerst leegmaakt. Zorg ervoor dat u wc-papier klaar heeft liggen. Haal de sluiting uit het zakje. Maak de klittenband los en rol de sluiting af. Zorg ervoor dat u de sluiting omhoog houdt. Houd de sluiting boven de wc en vouw het onderste strookje naar achteren. Houd de sluiting met allebei uw handen vast, zodat de inhoud van het zakje eruit komt. Als het stomazakje leeg is, maakt u de sluiting goed schoon. Vouw het kleine strookje over de grote strook en rol de sluiting op. Maak de sluiting goed vast met de klittenband. Doe de sluiting terug in het zakje. Als het stomazakje leeg is, gaat u het nieuwe materiaal op maat knippen. Om uw huid te beschermen, moet de huidplak precies op maat van uw stoma worden geknipt. Hiervoor gebruikt u de mal die u in het ziekenhuis heeft gekregen. Met de mal kunt u de maat van uw stoma aftekenen op de achterkant van de huidplak. Trek het zakje los van de huidplak, zodat u niet in het zakje knipt als u de opening gaat knippen. Knip de opening uit. Wrijf met een vinger over de geknipte rand om de scherpe randjes weg te halen. Vouw daarna de sluiting van het zakje op. Maak de sluiting goed vast met de klittenband. Doe de sluiting terug in het zakje. U heeft het nieuwe materiaal op maat geknipt. Nu kunt u het oude materiaal losmaken. Leg alles wat u nodig heeft op de tafel klaar. Met één hand houdt u de stoma tegen uw buik vast. Met uw andere hand maakt u de plak los. Wrijf met een nat gaasje over de huid bij de plak, zodat de plak loslaat. Begin bovenaan en maak de plak rondom de stoma los. Haal het oude materiaal weg. Maak de huid rondom uw stoma goed schoon met een nat gaasje. Als er plakresten op uw huid zitten, hoeft u die niet weg te halen. Controleer of de stoma en uw huid niet geïrriteerd zijn. Als er haar op de huid zit waar het materiaal geplakt moet worden, moet u dit eerst scheren. Maak de huid droog met een doekje. Nu kunt u het nieuwe materiaal aanbrengen. Zorg ervoor dat de huid rondom uw stoma goed schoon en droog is. Wrijf over de huidplak, zodat het materiaal beter plakt. Haal de folie van de huidplak. Klap de bovenkant van het zakje naar buiten toe om. Houd het zakje aan de onderkant van uw stoma. Begin onderaan met het vastplakken van het zakje. Wrijf over uw huid rondom de stoma om het zakje goed vast te plakken. Controleer of het materiaal goed vast zit. Nu bent u klaar.